We staan hier bij de intree van het appartement. Nou, ik gaf al aan, het is een vereniging van eigenaren. En dat betekent dus dat als het dak daar kapot is of er zit hier een scheur in de gevel, ook al zit de woning daar links, dan nog zijn dat kosten die deels voor dit appartement komen. En we zien hier dan ook in de gevel, zien we wat betonschade. Nou, je ziet ook al daar, als je daarop inzoomt, dat de wapeningstaven die daarin liggen, die zijn aan het roesten. Dus dat betekent sowieso dat de bovenzijde niet waterdicht is. Deze wapeningstaven zijn aan het roesten. Het metaal, dat zet uit, dat neemt toe in omvang, 2-3 keer zo groot. En dat veroorzaakt dan betonschade. Het portiek, wat we zien. We zien bij het portiekkozijn, er zit een stalen kozijn in op de eerste verdieping. Maar dan zie je ook daar, zie je al hier vandaan aan de onderdorpel, dat daar betonschade zit. Dus dit zijn wel dingen die wij in onze bouwtechnische keuring meenemen. Die komen ook in de rapportage naar voren. Maar de kosten zullen dan opgesplitst zijn in kosten voor specifiek deze woning. Dat zijn dan meestal de zaken die we binnen aantreffen. Of kosten voor de vereniging van eigenaren. Die worden apart benoemd. Kosten woning, kosten VVE. Dit soort schades nemen we dus mee, die we hier zien, met een aparte kostenspecificatie voor de vereniging van eigenaren.